In Dicht bij Nederland volgen wij elke week zanger Rachid, in de volksmond ook wel de Marokkaanse Frans Bauer. Voor hem breekt een spannende periode aan. Zijn single wordt binnenkort gelanceerd en daar hoort natuurlijk een videoclip bij. Op naar Marokko dus. We gaan naar Marokko, naar de plaats waar ik vandaan kom, Nador. Dus het is spannend. Ik ben al 3 jaar niet geweest, dus ja, een beetje gespannen eerlijk gezegd, maar ik vind het wel leuk. Rachid, heb jij nog steeds familie in Nador wonen? Ja, ik heb daar ooms, tantes, ik heb daar nog een zus. Ik heb daar een neef die hier geboren is, in Oudenbos, toevallig waar ik woon. Ik ben eerlijk gezegd heel blij om ze straks te zien. Is hij er wat knapper op geworden of alleen lelijker? Lelijker. Herken je dit nog een beetje? Ja, ja, ja. Het is 3 jaar geleden, maar ik herken het nog wel. Ik zou zo op de fiets naar mijn zus kunnen rijden, zeg maar. Fietsen. Echt een Marokkaanse bakje, zeg maar. Ze doen op dit moment de groeten. Ze doen de groeten naar familie in Nederland. Ik ben hier niet alleen voor mijn familie, maar ook om een deel van mijn clip op te nemen. Leuk, hè? Helaas leer ik, want dit voor elkaar. De radio aan en ik luisterde naar. Rachid, ik krijg een sms uit Nederland, is dat strak blauw. Oh, dan denk ik dat we snel terug moeten. En je zag dat we vandaag eigenlijk heerlijk weer gehad. En nou begon het net een beetje te regenen. Dus we hebben gelukkig een deel van de clip opgenomen. En dan doen we de rest als de zon schijnt. En dan weet ik zeker dat het morgen heel goed weer is. Ik kwam als kleine jongen naar Nederland. Als ventje van 7 jaar oud. En Nederlands leer ik, want ik voor elkaar. De radio aan en ik luisterde naar. André en Frans en het levenslied. De liedjes waar ik nu nog steeds van geniet. Ze waren een voorbeeld, want ik wist al gauw. Dat ik later artiest word. Rachid, het was net te laat. Ik ben Rachid. Ik zing voor jou het levenslied. Over de liefde, de sterren, de maan. En over landen hier heel ver vandaan. Ik ben Rachid. Dit leven waar ik van geniet. Soms met een lach en soms ook met een traan. Ik ben wat je ziet, want ik ben Rachid. Kijk, hier zijn we dan. Dit is het huis waar ik eigenlijk opgegroeid ben. Heeft je familie hier in Marokko door, denk je, wat er nu met die kleine jongen die daar groot is geworden allemaal gebeurt? Nee, niet echt. En wat dat betreft, ze vinden het wel leuk. Ze weten dat we nu in Marokko zijn om wat opnames te maken. En ze zijn alleen maar blij sowieso om mij te zien. En ik eigenlijk ook. En ze genieten er wel van, want ze zijn natuurlijk trots dat het gewoon goed gaat. En dat je zoiets kunt en mag doen. En daar ben ik ook wel blij mee, eerlijk gezegd.